Ja, goedemiddag dames en heren. Waar moet ik beginnen? Ik zal het ook doen met mijn vreugde uit te drukken elke keer als er een historisch werk verschijnt, ben ik blij. En als dat met onze vaderlandse en zelfs onze stadsgeschiedenis te maken heeft, des te meer. Er is een grote schare aan uitstekende auteurs. Al de rest van wat u ziet is minstens 11 jaar jonger dan deze twee. En als u ziet dat het marmer van deze figuren gebarsten is, dan is dat onder de hitte van de toenmalige brand van de Spaanse Furies. Dat is dan trouwens van de hand van niemand anders dan Cornelis Floris de Vriend, de architect van het stadhuis zelf, want in de 16e eeuw moesten architecten niet alleen tekenen, die werkten ook effectief met hun handen. Waar andere tijden, zelfs politici, moesten toen nog dingen effectief kunnen. Er zijn hier heel gevallen en gevolgen geschilderd. We leven in andere en veel gelukkiger tijden ondertussen. Maar die twee zijn de getuigen. Die kijken nu vandaag gericht aan, Pieter. En die hebben Willem van Oranje gezien. Die hebben keizer Hirohito, Churchill gezien, ook Churchill. 1557 dus. Philips II zit in financiële problemen. De rekker van zijn rijk is te overspannen. En de rekker breekt Antwerpen. De financiering staat bij uitstek. Staat op zijn kop. Het einde van de Gouden Eeuw wordt hier eigenlijk in dit jaar eigenlijk al achteraf bekeken, uiteraard ingezet. Tegelijk zorgen Gozis perikelen voor een bijzonder gevaarlijke cocktail. De kernen van de Geuzenopstand die worden gezaaid. En men voelde dat, als ik mij die zijsprong mag permitteren, men voelde het aankomen. Hè. Dus dit was het bijzonder. We hebben vaak de indruk dat dat protestantisme van het noorden is gekomen, maar niets is minder waar. Hè. Dat is een miskering van onze eigen geschiedenis. Dit was de stad als broednest waar de Nuevos Cristianos, de Joden die men in Portugal van de deur had gezet, waar de Lutheranen, de Wederdopers, de Calvinisten, dat leefden hier allemaal samen. Er was geld, er was een soort van coexistentie, er waren zeker spanningen in de stad. Maar het was een model dat eigenlijk functioneerde. En dan natuurlijk vanuit Madrid, die religieuze ontolerantie van Philips II, onder druk is gekomen. En men voelde dat komen als dit huis is opgeleverd in 1565. Geschreven om een goed inzicht te krijgen in wat die brede Nederlandse opstand zou gaan worden. En het trauma dat de val van Antwerpen in zich zou gaan dragen en de scheuring van die lage landen. In een van die gruwelijke momenten is de Spaanse Furie op zichzelf maar een klein verhaal in een veel groter geheel. Maar het is natuurlijk psychologisch wel een van de grootste klappen die in die periode zal vallen. En voor deze stad van een ongelooflijke betekenis geweest. Hè. Dit is iets wat tijdgenoten in heel Europa hebben stilgestaan. Hè. Dit was nieuws. Beste Pieter Serien, wil ik u zeer hartelijk danken en hoop ik dat uw boek een groot succes zal mogen worden.